Hallo allemaal, ik heet Chala en, en ik ben 10 jaar oud. En ik zit op school basisschool te Grebben. En we voetballen hier op deze plein altijd een kwartiertje. Dit zijn mijn teamgenoten. Wie ben jij? Ik ben Neslian en ik ben 11 jaar oud. En wie ben jij? Ik ben Irem en ik ben 11 jaar oud. Vinden jullie het leuk om hier te voetballen? Ja, heel graag. En jij? Ja, het is heel gezellig. Wie vinden jullie het beste spelen? Salahuddin en Mustafa. Waarom vind je dat? Omdat hun heel goed zijn in voetballen. Oké. En wie vind jij het beste speler? Salahuddin en Mustafa. En waarom vind jij dat? Ze passen en verdedigen ook heel goed. Oké. En vind je jezelf ook heel goed? Beetje. Wat doe je dan? Ja, gewoon verdedigen en bal afpakken van een ander. Paas je dan ook? Ja. Hier komen kinderen die verzorgd worden. De ouders gaan dan naar werk. En we doen hier ook veel activiteiten. En hier is een speeltje die ik leuk vind en mijn vrienden ook. Hier zijn dan balletjes. En dan moet degene, er kunnen maar 4 kinderen hier aan meedoen. En dan moet degene steeds met dit proberen te pakken. En wie de meeste balletjes heeft, heeft dan gewonnen. Hallo allemaal, hoe heet u? Tineke de Jong. Vindt u de regels heel belangrijk? Ja, die vind ik belangrijk, ja. Doen kinderen dat dan ook? Dat ze, houden ze dan aan de regels? Ja, bij mij in de klas houden ze zich heel goed aan de regels. Want het zorgt ervoor dat ze zich veilig voelen. En het zorgt er ook voor dat ze dan geen ruzie krijgen. Ziet u dat ook dat andere kinderen dat doen? Ja, ik vind dat op school de kinderen het allemaal hier heel goed doen. Welke regel vond u het belangrijkst? Ik denk voor groot en klein zullen we aardig zijn. En waarom vindt u dat? Nou, ik vind het fijn dat mensen goed met elkaar omgaan. Je moet met iemand anders omgaan zoals je ook wil dat mensen met jou omgaan. En vindt u de vrijdag ook een goed plan? De vrijdag vind ik een heel goed plan. En waarom? Nou, vooral omdat ik vind dat het belangrijk is dat jullie heel gezond zijn. En koekjes zijn altijd wel lekker. Maar die zijn meer volgens mij voor in het weekend. En het is ook heel belangrijk dat je gezond eet, want daardoor kun je ook beter leren op school. En we willen jullie helpen met gezond zijn. Je bent dan lekker fit, dan voel je je ook beter op school. Dan ben je wat vrolijker ben je dan. En ja, je bent sportiever, je kunt beter bewegen en je kunt ook veel beter nadenken door gezond te eten.